een naakte man op mijn balkon. Hij heeft zijn haar naar achter. Hij is best knap. En gespierd ook wel. Of wat precies mijn probleem is? De film gaat over twee stellen en een vrouw alleen. De twee stellen besluiten elk om hun eigen moverende redenen om te gaan swingen. En met de vrouw alleen gebeurt ook het een en ander. Laten wij iets leuks gaan doen. Iets nieuws. Misschien hebben wij gewoon een beetje hulp nodig. Jij en ik gaan vanavond een lekker potje swingen. Swingers? Wat? Heb je nog wel extra getraind voor de film? Of zijn er nog een kilootje zelfs aan? Extra getraind? Ik was al in top shape. Nee, ik heb redelijk getraind, maar ik drapeer de doek precies boven de navel. En tot daar is het nog, is toch mooi. Wij hebben flink wat pikante scènes. Wij hebben wel wat pikante scènes met elkaar gehad. Oh, doe maar niet die. Oh, sorry. Nee, je pakt een kussen. Met en zonder kleding. Met en zonder kleding. Jij ietsje meer dan ik. Wat ook goed is, want ik denk dat het voor visueel voor de mensen thuis ook het prettigst is. Maar wij zijn pikant in de weer geweest en daar hebben we van genoten. Hey, sexy Suzy. Willen jullie je uitkleden? Oh, aftrekken? Nee, ik wil je jas uittrekken. We hebben ontzettend gelachen, omdat het zo... Het was natuurlijk af en toe zo ongemakkelijk. En dat je denkt, jezus, kijk ons hier nou staan met z'n allen. En ja, we zijn allemaal 40-plussers, behalve Joeval natuurlijk. Dus ja, het is ook allemaal net iets minder strak dan vroeger. Dus daar hebben we ook wel heel veel lol over gehad, ja. Moeten wij... Nee. Ik ben niet van de dating apps, want het is zo oppervlakkig. Het werkt niet. Dan zie je een foto en denk je, oh ja. Nooit iets gedaan in die trant? Nee, ik durf niet op Tinder en dat soort dingen. Nee, durf ik niet. Ik heb wel even Raya geprobeerd. Dat is dan voor bekende mensen. Maar ik ben heel nieuwsgierig naar, maar het is niet mijn manier. Ik wil iemand zien bewegen, zien praten. Het gaat helemaal over wat straal je uit en niet over het plaatje. Iedereen kan mooi op de foto staan. Wat vindt Suus nou lekker? Tenen. Oh god, sorry. We weten alle twee, jij bent natuurlijk nog prachtig, maar dat we toch ook 40 plus zijn. En dat moet je ook vol laten zien en dat zie je ook. Dus dat is eigenlijk, nadat we de scène opgenomen hebben, zijn we gaan kijken naar de monitor om de scène even terug te kijken. We stonden alle twee met een hele grote glimlach, maar ook een beetje met ingehouden adem. Zijn wij dit en doen wij dit echt? Ja, maar ook omdat je natuurlijk, als je natuurlijk aan het vrijen bent, je ziet jezelf nooit. Nee. Tenminste, ik heb geen spiegel aan de plafond hangen thuis. Dus ineens zie je dan hoe je dat dan toch doet. En dan, dus op een gegeven moment stonden ze naast elkaar. En toen, en toen werd ik dat ik op een gegeven moment zo tegen jou zei. Dat pakt. Nou, dit zijn wij. Zo doe je dat dus. Ja. Nou, prima eigenlijk. Ja. Kom op. Vond jij dit nou een leuke video? Maak dat duimpje blauw. Abonneer op het kanaal van De Telegraaf. En we maken nog veel meer op de website van De Telegraaf. Wil jij daar meer van zien? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief. Daar. En dan komt het helemaal goed. Hoi.